Goedemorgen mensen, tof dat jullie kijken. Dit is een nieuwe video. Mijn naam is Timo en ik sta buiten. En wat is het toch heerlijk weer buiten. Het is lang geleden dat ik gewoon in mijn truitje en op de fiets in deze trui lekker kon fietsen. Dus ik hoop dat de zomer er snel aankomt. De zon is nu net weg, die is daar ergens achter de wolken verdwenen. Maar ja, de temperatuur is nog best wel chill. En ik ben bij Rebound. Ja, dus ik krijg niks mee van het weer. Ik ga zo meteen springen met Eden. Ik ga er een leuk dagje van maken. Ik hoop dat jullie er al zin in hebben. Heb je er zin in? Super tof. Tot zometeen. Ik wil hier bij die trampoline daar, je ziet hem niet daarachter, een dubbel krom doen. En dan vanuit de schuine trampoline naar de kleine. Maar ik moet even een motivatie vinden. Ik ben een beetje bang voor dubbel kroms. En vooral op zo'n kleine trampoline. Maar ik moet hem wel gewoon. Oh, hij is helemaal niet zo heel moeilijk. Thanks. Ik weet niet waar ik bang voor was. Ach, niet vet makkelijk. Oké, Eden gaat hem ook proberen en de muziek staat best hard. Eden gaat hem op de kleine proberen. Nou nog landen. Knul. Jij kwam op je nek bij. Nee. Ik ben altijd wel heel lief voor ze. Tips voor de jongetjes. Hou één kanaal en niet 20. Ja? Ja. Waarom? Nou, 20 kanalen extra op YouTube. Eén geluid, maar één. En als nee, niet genoeg abonnees, volgende. Als je gewoon één kanaal ophoudt, ziet dan mij. Ik ben de grootste van heel Nederland. Dat is mijn brother Enzo Knol. Gelijk op elkaar, hè? Take it easy, take it slow. Ik heb net even mijn GoPro gebruikt om een mooie beeld te maken. Zo zien jullie wat ik eigenlijk in de lucht zie. Ik hoop dat je het een beetje zag. Ik vond het wel vet uit toen ik terugkeek. Dual back gedaan. Al verschillende trucjes. Ik ga zo meteen nog een keer de dubbel kaboom proberen. En Chukahara straks. Als ik nog een put over heb. Want die wil ik zo graag nog even een keertje in de video zelf landen. En voor de rest ga ik oefenen op combo's. Dual fulls naar dual backs. Dual fulls naar backs. Dual fulls naar fulls. Allemaal van dat soort combo's. Verzin het maar. Ja, ik ga eventjes beginnen met dubbel fulls. Kijken of ik daar wat uit kan halen. Nee, die ging niet heel goed. Ik wil nog een backflip achteraan. Ik wil die backflip achteraan. Kan ik dat? Ja. Je moet gewoon één keer echt schijt hebben. Gewoon bam, gaan. Dus ik ga hem nu gewoon gelijk doen. Timo! Schijt hebben is de beste manier. Maar je moet wel goed nadenken met wat je doet natuurlijk. Hè? Maar we gaan nog gewoon proberen. Wat ga je doen? Die backflip was vet snel en vet hoog en mijn backflip was gewoon gelijk achterover. Maar ik heb hem wel gedaan. Nu ga ik iets anders uitproberen. Ik zat zwaar te twijfelen dat ik in de lucht zou doen. Oké. Okay. Eden gaat nog één keertje dubbel kaboom doen. Eden,
Doe een boom. Ah, jammer. Oké, wij hebben een vet leuk trucje bedacht gisteren. En dat is zeg maar, ik doe mijn voeten omhoog en Eden gaat, die hoek eigenlijk vanuit zijn buik, die hoek hem in een frontflip. Dus Eden gaat hem even proberen en dan gaan we kijken hoe dat gaat uitpakken. Hij gaat steeds beter, hè, nog een keer. Ja, goed. Dit was goed. Oké, maar nu moet je nog die andere doen. Die andere is nog leuker. Let op. Ik kan hoger. Oké, Eden, we gaan over voor Chukara. Ik niet, ik kan geen Chukara. Eden, ik kan wel. Ik wil eerst deze. Ik ga over voor Chukara. Ik ga hem één keer met Erwin doen en daarna ga ik hem daar doen. Top. Dat is een leuke vraag. Is het, kijk, voor de kijkers thuis. Ja. Het Chukara of is het Chukara? Of Shukihara, zoiets, kan ook. Laat het even weten in de comments. Ja? De beste die wint een reboundbandje. Top, laat het even weten in de comments. Ik wil die van mij zien, mag ik? Ga nog één keer doen en daar ga ik hem dan proberen daarna. Ik wacht. Gaas, je had hem makkelijk. Je had echt nog een meter over of zo. Gast, niet zo aanstellen, man. Hoppa! Oké, I'm out. Ik ben klaar van vandaag. Yes. Oh. Oké, mensen, ik ben vergeten de auto op te nemen. Na eigenlijk de Chukara had ik eigenlijk geen energie meer wat ik mee zou hebben nadat ik een trick heb gegooid waar ik echt bang voor was. Dus ik heb nog even wat andere trucs gedaan, even wat gegeten. En voor de rest heb ik niet meer zoveel gedaan bij Rebound. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. En is jullie de nieuwe intro ook opgevallen? Hopelijk vinden jullie het leuk. Laat even weten in de comments wat je van de nieuwe intro vindt. Ik vind hem vet geworden, maar hij kan nog beter. Dus ik ben nog bezig met een nog vettere intro. Vind hem vet, laat het weten in de comments. Doe het blauwe duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker op ons kanaal. We hebben bijna die 1K. En die wil ik sowieso halen, dat zou super sick zijn. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Als jij nog gaat trainen, veel succes met trainen. En tot de volgende video. Later.